team Synergy heeft afgelopen zaterdag de communicatiehekten gewonnen. Volgens de voorzitter van het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR, Angela van der Kooi, bereiken communicatieboodschappen niet altijd de volledige multiculturele samenleving in ons land. Door tal redenen die soms ook te maken hebben met de culturele achtergrond. Team Synergy heeft via het design thinking proces een Surinaams alfabet ontwikkeld op basis van symbolen die ook in het brailleschrift opgenomen kunnen worden. Dit Surinaams alfabet heeft symbolen en tekens die elke Surinamer aanspreken. Er is bij het ontwerp gedacht aan alle gewoonten en gebruiken van de bevolkingsgroepen en personen met een visuele beperking. Team Synergy heeft met een wervelende prestatie laten zien dat wij ook binnen het communicatievakgebied Suriname op de kaart kunnen plaatsen, zei Van der Kooi verder. De jury was bijzonder trots op de gedrevenheid, betrokkenheid en de inzet van alle deelnemers tijdens de communicatiehekten. Minister Mike Noor-Shalim van Binnenlandse Zaken heeft de communicatiehekten op een inspirerende en bedachtzame wijze geopend en meegedaan aan tal van activiteiten. Hij gaf aan dat de publieke sector ook meer aandacht moet besteden aan onze wijze van communiceren. Het is volgens de bewindsman ook een noodzaak dat wij slimmer gaan communiceren. De communicatie awards zijn gewonnen door Assuria voor de beste TV-commercial. De beste slogan ging naar Fernandez Bakery, de National Achievement Award voor iemand die onbaatzuchtig en belangeloos uitzonderlijke prestaties heeft geleverd in onze samenleving en voor betekenisvolle verbindingen heeft gezorgd, is gegaan naar Edwin Noordzee. Mike Rieter en Lindsay Hoezens zijn uitgeroepen tot communicatieman en vrouw van 2019.